Goedenavond allemaal. Ik zou graag de oriënterende ronde willen beginnen. En ik open daarom de vergadering. Heet ook iedereen van harte welkom. Mensen in de raadzaal, mensen op de tribune. Fijn dat u er bent. Bij agenda punt 1 opening hoort ook mededelingen. En ik heb één mededeling, of eigenlijk een vraag. En die vraag bestaat hierin dat er op 23 januari geen oriënterende ronde is voorzien. En wel een raadsvergadering waar slechts één agendapunt aan de orde zal zijn. Dat is namelijk de civiele kunstwerken die we nu in de oriënterende ronde zullen bespreken. U kunt uzelf een vrije avond bezorgen dus op 23 januari als u ermee instemt om dat agendapunt door te schuiven naar 6 februari. En ik wil graag van u weten of u daarmee kunt instemmen. Ik zie alom geknikt. Uitstekend plan. Fijn, dank u wel. Nou, dan is dat bij deze besloten. Dat betekent dat er 23 januari geen oriënterende ronde en geen raadsvergadering is. Dat waren de mededelingen. Het vaststellen van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda? Niet. Dan zijn we bij agenda punt 4 en dat is het beleidsplan civiele kunstwerken. En wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Mulder. Meneer Gelling. En meneer Kloekhorst en meneer Van den Berg. Ik begin bij meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, als je het meerjaren onderhoudsplan bekijkt, en met name het raadsvoorstel, dan denk je van, nou, dat zit vrij goed in elkaar. Als je dan het rapport leest, en ik lees daar dat de meeste kunstwerken zijn gebouwd van 1950 tot 1970, ja, dan is het een vrij logische gedachte dat we binnenkort vervangen moeten. En je leest dan ook nog eens dat het de grootste groep ouder is dan 40 jaar, ja, dan wordt die mening eigenlijk alleen maar versterkt. En mijn vraag is eigenlijk van, komen we met dit voorstel zover dat we in de toekomst geen onverwachte tegenvallers meer mogen verwachten? Daar zou ik graag iets van de wethouder over horen. Te meer omdat de totale investering in de viaducten of andere kunstwerken 49 miljoen bedraagt. En daar wordt niet op afgeschreven. En mijn tweede vraag is eigenlijk van, hoe is het tot nu toe gegaan? Van, zolang we niks horen, gaat het goed? Of ligt er wat meer achter? Dat was in de eerste instantie. Dank u. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is goed om ook de civiele kunstwerken van deze gemeente goed in beeld te krijgen. En daar ook het benodigde onderhoud aan te plegen, zodat er geen aansprakelijkheid voor komt, omdat de gemeente in gebreke is gebleven. Het beleidsplan geeft een goed beeld wat er de komende jaren, wat ons betreft, op de gemeente afkomt. Toch een paar vragen. In het raadsvoorstel wordt het onderhoudsscenario veilig en heel op geld gezet. Mijn fractie zou ook graag de andere scenario schoon, heel en veilig op geld gezet zien. Zodat de raad een zelfstandige afweging kan maken welk onderhoudsniveau op welke plek noodzakelijk wordt geacht. Dus op deze manier kan men per kunstwerk verschillende scenario's gebruiken. In het besluit van het raadsvoorstel wordt voorgesteld om een ophoging van het budget van vooralsnog 207.000 euro per 2020, terwijl eind 2019 duidelijk wordt wat het bedrag zou moeten zijn. Zou het dan niet beter klinken, wat ons betreft, dat het bedrag in de kadernota 2019 eenmalig opgehoogd wordt naar 207.000, om vervolgens bij de kadernota 2020 het bedrag vast te stellen wat nodig is voor het onderhoud voor de komende 5 jaar. In het voorstel wordt aangegeven dat de kosten voor vervanging werden gebaseerd op de kapitaalwaarde van het gehele areaal, uitgespreid en gemiddeld over een langdurige periode. Voorgesteld is om de vervangingskosten na vaststelling van het beleidsplan op te voeren in de meerjaren investeringslijst. Betekent dit dat de investeringslijst nog steeds pieken en dalen zijn te zien
Of wordt daar een gemiddelde per jaar genomen, waar dan in die periode dat de investeringslijst speelt, een vervanging uitbetaald zou kunnen worden. In het voorstel wordt verder aangegeven een vervangingslijst voor te bereiden voor 2019-2022. Mijn fractie neemt aan dat er dan begin 2019 ook een lijst is van de kunstwerken welke voor vervanging in aanmerking komen voor de komende 4 jaar. Wanneer een kunstwerk voor vervanging in aanmerking komt, dan wel verwijderd wordt, hoe zorgvuldig wordt dit opgepakt? Want er werd mij al gevraagd of het klopt dat er een voetgangersbrug over de Lutterhoofdwijk verwijderd zou worden. Waarschijnlijk hebben ze daar een inspectie gehouden en heeft die meneer misschien het een en ander geroepen van nou, hij is niet zo best meer en weet ik veel. Maar om daar heel secuur mee om te gaan lijkt het ons verstandig om de plaatselijke belangen, maar ook de buurtverenigingen goed mee te nemen in het geheel. En als laatste kwam mijn fractie ter oren dat het waterschap Vechtstromen voornemens is om alle kunstwerken welke in eigendom zijn van het waterschap, deze over te dragen aan de gemeente. In het Twentse deel van het waterschap Vechtstromen schijnt dit al gebeurd te zijn. In ruil daarvoor stedelijk water van de gemeente zou het waterschap willen overnemen. Ligt er bij de gemeente Hardenberg ook zo'n verzoek? En voor de rest kan de fractie van de ChristenUnie prima vinden in het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. De vragen zijn eigenlijk gesteld door de Mulder. Dank daarvoor. Onze opmerking wel dat de fractie van de VVD het een uitstekend stuk vindt. Zeer inzichtelijk, buitengewoon zorgvuldig opgesteld en daarmee heel duidelijk. En dat het geld kost, dat is duidelijk. Maar dit is nou net een van de taken waarvan wij denken dat de gemeente daar correct uitvoering aan moet geven. Wij zouden dus ook onderstreept wel graag de andere scenario's uitgewerkt willen zien. En er is mij eigenlijk nog één vraag, voorzitter, specifiek gesteld door een watersportvereniging of u bij vervanging ook rekening gaat houden met de bevaarbaarheid van de Vecht. Dus als er bruggen op de nominatie staan om vervangen te worden, of daar wellicht dan ook een ophaalbrug bij zou kunnen, primair bij de Troubadour, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij de ambtelijke organisatie bedanken voor de beantwoording van de technische vragen. Voorzitter, het CDA is content dat in de kadernota richting wordt gegeven voor civiele kunstwerken de komende 5 jaar. In 2018 wordt middels een evaluatie bekeken of het uitgevoerde onderhoud, marktwerking, meervallers, tegenvallers, of dat we exact goed zitten met een verhoging van 207.000 euro. In het beleidsplan en raadsvoorstel komt naar voren dat elke 5 jaar wordt geëvalueerd. De vraag is dan ook, worden op dat moment de nieuwe bedragen in de begroting opgenomen? En de tweede vraag die we hebben is, vindt er bij de vervanging van een brug overleg plaats met het plaatselijk belang of omwonenden? Een voorbeeld die we hier graag bij willen geven is de Beltmansbrug in de Meene. Voorzitter, deze stamt nog uit de tijd dat alles gebeurde met paarden en wagen. Grotere machines moeten via Koevorden omrijden om in de Meene te komen. De CDA vraagt hier graag aandacht voor en de vraag is dan ook, is het college hiertoe bereid? Tot zover. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder. Dank u wel. Ik geef de dank voor het stuk op zich. Overzichtelijk, goed enzovoort. Die kwalificaties geef ik graag door. De steller van het stuk zit naast mij. Dus die kan er ook wel weer verder doorgeven. Ik vind het fijn dat wij zo'n stuk grotendeels met onze eigen mensen kunnen maken. En dan hier en daar even wat informatie van buiten halen. Dat is mooi dat we die capaciteit in huis hebben. Het moest ook. Als u kijkt naar wat wij hebben, een dikke 150 van die dingen. Ik heb vroeger ook echt niet geweten dat het kunstwerken waren, maar sommige zien er ook echt wel heel kunstig uit. Dan hebben we heel veel, heel oud, in de tijd dat we na de oorlog gingen opbouwen, 50 tot 70 beton. En dan in het werk meenemen en dan zitten ze wel en dan is het goed. Maar er komt een moment dat je zegt van jongens, we moeten toch eens even goed naar groot onderhoud kijken, want anders dan gaat er wat gebeuren. En dat was ook de reden. En de tweede was dat we in de jaren 70, 80, begin 90 nogal wat oude bruggetjes in de mode. Kijk bijvoorbeeld eens naar de wijk Baal, daar zie je het heel nadrukkelijk. Die hebben ook een keer een einde levensduur. Dus we hebben gezegd, we moeten dat eens even heel goed in beeld hebben. En ik ben heel blij dat het gelukt is om nu nog in deze periode, voor de volgende periode, het verhaal in beeld te hebben. En hebben we dus twee verhalen.
het verhaal van het onderhoud, van het groot onderhoud wat erin moet komen, waardoor we zeggen, we moeten ons budget nu toch echt verhogen. Maar anders kunnen we alleen maar scenario veilig houden, het een beetje in stand. En dan valt die een keer om en dan moet er een nieuwe komen. Maar als we het vervangen willen uitstellen en zo lang mogelijk met deze doen, moeten we naar een hoger niveau. Dat is heel en veilig. En daarnaast is er nog het verhaal van de vervanging. Als die dan aan het eind van het Latijn is, ja, die zit niet in deze structurele budgetten. Daarvoor gaan wij bij de meerjarenplanning in de kadernota aangeven en anders in ieder geval in de begroting opnemen. Zeggen, beste mensen, de komende 4 jaar moeten de volgende kunstwerken worden vervangen. Dat kost zoveel. En dan hebben we dus de volgende jaarlast in de begroting. En u hebt gelezen ergens dat we het over 15 jaar afschrijven. Dus die twee dingen moet je even goed uit elkaar houden. Laat ik dan gelijk maar even het verhaal pakken van, u hebt dit scenario uitgewerkt, waarom de anderen niet? Nou, dat begon al met de visie die we gemaakt hebben, zo rond april. Toen hebben we een visienota gehad, die is u ook, dat was collegeverantwoordelijkheid. Maar die is u wel geworden, die is u toegestuurd. En daarin hebben we al uit de 3 scenario's de keuze gemaakt. We gaan met heel en veilig verder en die gaan we uitwerken. Als u nog grofweg zegt van, maar wat is nou het verschil? Dan zeg je, als je heel en veilig hebt, je doet er schoon bovenop, leg er dan maar 20% bij. Als je gaat zeggen, we doen alleen maar veilig en we gaan niet een groot onderhoud doen. En als die inzakt, dan doen we wel een nieuwe. Dan kun je er 30-40% afhalen. Maar, staat ook in het stuk, dan ben je uiteindelijk duurder uit. Want als je nou kijkt naar, en waarom hebben we voor deze gekozen? Dit is eigenlijk de meest economische functie. Je gaat op een goed niveau onderhoud en groot onderhoud doen. Je gaat er niet te veel in stoppen, maar ook niet te weinig. En dan kan je, als je kijkt van hoe lang kan je mee leven houden en wanneer moet je vervangen, kom je economisch gezien op het beste scenario uit. Dat is dan gemiddeld genomen het goedkoopste scenario. Daarom hebben we deze genomen. Maar als je voor de komende 5 jaar zo grofweg kijkt, dan zou je kunnen zeggen van, je zou nog eens een 65.000 euro voor de komende jaren erbij moeten doen als je het ook nog schoon wil maken. Nog beter schoon dan nu, dat betekent niet dat we er nu niks aan doen. En als je zegt van laat het maar geworden, zolang het niet onveilig is, doen we er niks aan. Dan kun je er 120.000, 130.000 afhalen. Maar nog een keer, dan ben je geen koopman, maar dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Laat ik het zo dan maar eens even zeggen. Nou, dan ga ik naar de vragen toe. Kunnen we in de toekomst nog onverwachte tegenvallers krijgen? Ja, dat kan. We zijn de boelen in beeld aan het brengen. Ik denk dat we grotendeels wel in beeld hebben. Maar in het verhaal staat ook dat er nog een aantal bruggen zijn en een aantal kunstwerken zijn waar we echt nog nader onderzoek doen. Die hebben we ook netjes op een rijtje gezet. Ja, daar kan eens eentje uitkomen en zeggen van, jongen, die valt toch even tegen. Kijk, we hebben één brug gehad, dat weet u, bij de Velden uit mijn hoofd Lammersdijk. Lammersdijk is dat, hè? Ja. Waar we zodanig een constructieprobleem tegenkwamen. Zeggen van, ja, we gaan dit risico dus even niet meer nemen. Hier gaan we een beperking op doen. En die hebben we dus nu ook naar voren getrokken. Ja, daar komt straks een investering aan voor vervanging. Nou, ik sluit niet uit dat er nog eens een keer eentje zou kunnen komen. Voorzitter, Nick Loekhorst. Mag ik even een aanvullende vraag stellen? Maar die investeringen die mogen over 15 jaar worden afgeschreven? Ja, dat is vervanging. Ja. Waar we het nu over hebben, de bedragen waar we het nu over hebben, dat is allemaal groot onderhoud. En er staat ook ergens in het rapport uit mijn hoofd, dan zit ik even achterom te kijken. Volgens mij verwachten wij voor vervanging de komende 5 jaar een bedrag van zo'n rond 7 ton nodig te hebben. Dus u kunt de komende jaren verwachten in meerjarenperspectief iets van 7 ton voor de komende 5 jaar. En er staat ook het verhaal in van ja, als wij, en dan ben ik op uw verhaal van verdraaid, we hebben toch wel een aantal van die oude kunstwerken. Er staat ook na 2030 moet je wel even verwachten dat je toch nog wel wat ophoging krijgt, zowel voor onderhoud als ook voor vervanging, want dan raken een aantal aan het eind van hun levenscyclus. En meer zit er ook niet achter. En die 49 miljoen, daar heeft het ooit gekost, maar wij hebben ze toen ook direct afgeschreven. Dus vandaar dat ze niet in de boeken staan. En we gaan vervanging dus wel voor 15 jaar in de boeken zetten. Andere scenario's over gehad. Even kijken. Ja, dan ben ik al bij de vragen van meneer Mulder. Ja, dat kan je doen, meneer Mulder. Dat je zegt van,
We gaan voor het komend jaar, of voor 2019, 207 neerzetten en dan daarna een vraagteken. We houden onszelf een beetje voor de gek. We hebben hem al aangescherpt. In de visienota hadden we grofweg op hele grote kengetallen gezegd van, wij denken iets van 350.000, gepreciseerd nou naar 207. En er staat een paar keer in, hiermee heb je een grote mate van zekerheid over wat het gemiddeld genomen moet zijn. Maar laat ons in 2018 eens even kijken van wat doet marktwerking bijvoorbeeld. We hebben dat natuurlijk extreem gezien bij de schoolgebouwen. Een aantal jaren heel goedkoop en toen in één keer knalde die de lucht in. Wij moeten nu ook even kijken van hoe gaat de markt zich precies gedragen. En dan gaan we in ieder geval zeggen over 5 jaar krijgt u een nieuwe voor de komende 5 jaar. Beetje net zoals we met GHP ook doen. Maar we hebben hier nog één tussenin gezet. Zeggen, na een jaar draaien willen we nog eens even precies kijken. Zitten we helemaal goed met onze aannames of moeten we een beetje bijstellen? Nou, ik stel voor dat we dit gewoon opnemen en ook in het meerjarenverhaal opnemen. En dat we dan na 2018, dus zeg maar januari 2019, als het nodig is om even voor 2020 precies bijstellen. Dan heb je het over kleine dingen, maar dan mis je niet de bedragen en dan reken je jezelf ook niet rijk door nu nog niet op te nemen. Maar anders, wij zijn er nu wel aan toe om structureel dingen op te nemen en niet eerst nog met incidentele bedragen voor jaren. Nou, dan zou er ook iets kunnen zijn van, we schuiven het nog een beetje voor ons uit, komt ons nog even niet uit. Laten we nu hem wel opnemen, want anders dan lopen we in de val dat we straks onverwachte dingen krijgen. En natuurlijk komt hij dan in de investeringslijst te staan. Meneer Mulder. Dat betekent dus dat we hem terugzien in de begroting voor de komende 5 jaar, ook voor die 207.000 euro. Ja, en als wij bij de kadernota voor 2020 kunnen constateren dat het wat goedkoper kan, dan hebt u een meevaller, moet het wat duurder, hebt u dan een tegenvaller. Dan hebt u de bulk in ieder geval 3 staan. En investeringslijst, als wij gaan vervangen, uiteraard komt u op uw lijstje. En als wij gaan vervangen. Meneer Mulder heeft nog een aanvullende. Ja, over de investeringslijst wat u aangeeft. Is dat een soort egalisatiefonds? Of zeg je van nee, per investering zie je per jaar terug? Ja. En wij gaan dan ook iedere keer wel voor de komende 5 jaar het lijstje maken. Maar het kan natuurlijk. Dus vergelijk maar even weer met wegen. Wij maken een lijstje voor de komende 3 jaar. En we hebben altijd gezegd, we houden een klein beetje marge, want er kan eens een keer eentje tegenvallen. Dan vries je een weg kapot in de winter en dan moet je die direct bij aan. Dus je moet wel een beetje flexibel zijn, maar je zal het toch elke keer in je begroting moeten laten zien. En natuurlijk gaan wij, als wij gaan vervangen, gaan we met plaats van belang enzovoort overleggen. Dat hebben we ook bij de Lambersdijk gedaan. Dan ga je eerst met de omgeving overleggen en dan ga je kijken hoe het zit. En als je er ergens ooit eentje uit zou willen halen, ja, dan heb je een verkeersbesluit nodig. En dan komen we altijd bij u terug. Dan pak ik even de vraag over het waterschap en de kunstwerken in ruil voor het overnemen van stedelijk water. En dan raak ik ook de vraag over de Beltmansbrug bij de Meene. Want dat is nou typisch een brug die is van het waterschap. Die is niet van ons. Er zijn een paar bruggen nog van het waterschap, onder andere de bruggen in de Meene. En het waterschap wil die bruggen graag naar ons doen. En zij zouden dan stedelijk water hebben. Dat is allemaal een beetje vertraagd door de fusie en door een aantal andere dingen. Maar wij zijn wel redelijk helder geweest. Dat wij gezegd, wij gaan niet zomaar bruggen die aan het eind van hun Latijn zijn. En als ze alleen nog maar gemaakt zijn van paard en wagen, dan zou die zo ongeveer aan het eind van zijn Latijn moeten zijn. Dan gaan wij ze niet zomaar overnemen. Want dan is de hele investering leeggelopen. En dan krijgen wij ze, mogen we een jaar later een nieuwe brug doen. Ik bedoel, dat moet wel een beetje in verhouding staan. Kijk, als je dingen overneemt, ook als je wegen overneemt van de provincie of zo, dan neem je dat in goede staat over. Of van Staatsbosbeheer of wat dan ook. Dat lijkt me hier ook. En daar zullen we een bepaalde evenwichtige uitruil op zich moeten maken. En het kan niet zo zijn dat de rekening dan bij ons terechtkomt. Dus uitruil van stedelijk water en bruggen, het is de vraag of je ze moet vergelijken. En als je vergelijkt, dan moet het een eerlijke ruil zijn. Meneer Mulder? De vraag was ook van, is het waterschap bij u geweest om hier al over te gaan spreken met het waterschap? Het waterschap is een hele tijd geleden bij ons geweest, we moeten iets gaan doen. Toen is de tijd stil geworden, omdat er andere prioriteiten waren. En we hebben net het laatste half jaar geconstateerd dat we dit weer moeten oppakken.
En het is onder andere onderwerp van gesprek in het eerstvolgende overleg met DB. En dat wordt ook nog weer amperlijk voorbereid. Bruggen over de Vecht. Meneer Van den Berg. Voorzitter, met die Beltmansbrug, daar zal ik even over terugkomen. Met de opwaardering van de N34 zou er een mooie kans zijn om nu in gesprek te gaan met het waterschap om die brug nu te vervangen. Ja, wij hebben... Kijk, op het moment dat het waterschap met ons over die brug begint, dan beginnen wij wel over vervanging. De koppeling aan de 34, ik snap hem een beetje, maar die gaat niet meer in het bedrag van de 34 mee. Want die discussie hebben we wel een paar keer gevoerd. Daar is hij dus niet ingekomen. En dat kunnen we nu niet meer openbreken. Dus het is nu een zaak tussen het waterschap en de gemeente zonder provincie. Wordt vervolgd. En ik geef dus vrij helder aan hoe wij daarin zitten. Bruggen over de Vecht. Nou zullen we niet direct bruggen over de Vecht vervangen, maar dan hebben we ook met de provincie te maken. En als we met de kleine Vechtbrug kijken, voorlopig zit die nog wel een poosje erin. En als we daar iets gaan doen, ik weet dat daar wat ideeën zijn over eens een keer mooi vervangen door een ophaalbrug, zodat er nog wat meer boten onderdoor kunnen. Als we met de brug iets moeten doen, ga je daar natuurlijk even naar kijken. Daar ga je niet blind voor zijn. Wij weten hoe belangrijk die bevaarbaarheid is. Ja, meneer Van den Berg, elke 5 jaar evalueren betekent over 5 jaar, als het nodig is, ook nieuwe bedragen. En de Beltmansbrug heb ik gehad en volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet. Kan dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de vergadering van 6 februari, hebben we net vastgesteld? Hamerstuk? Hamerstuk. Dank u wel. Dan zijn we bij het laatste agendapunt, dat is de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Niet. Dan sluit ik de vergadering en dank ik u voor uw inbreng.